heb het al eens een keer eerder gezegd. De nieuwe moderne platte LCD-tv's die geven prachtig beeld, maar het geluid is vaak om te huilen. Ja, dan heb je bijvoorbeeld de optie om, zoals ik, een surround versterker aan te schaffen. Daar moet je dan aan de voorkant een zootje speakers neerzetten, aan de achterkant een subwoofer, nog eentje in het midden. En dat vergt allemaal meters kabels en dat wil je vaak niet in je huiskamer. Nou, de oplossing dan is om een soundbar te kopen, een speaker die je voor je tv ligt. Maar het is een beetje een compromis, want je hebt dan niet dat surround geluid. Hey Dave, dat ziet er hartstikke goed uit en hij is ook precies even lang als je al enorme Philips tv die je hier hebt staan. Ja, dat lijkt in de eerste instantie zo. Want dit is de Fidelio soundbar. En zo werkt hij als een klassieke soundbar. Maar ik ga zoiets laten zien en dan heb ik surround on demand. Ik kan namelijk de speakertjes aan beide kanten eraf halen. Dan wordt de soundbar korter. En dan neem ik on demand die andere speakertjes en die leg ik achter mijn stoel neer. En dan heb ik volledig surround sound. Ja, ondertussen zet ik heel even een filmpje aan. Want dan kunnen we ook meteen luisteren naar de soundbar. Dat duurt enige seconden. Nou, nu komt het geluid nog alleen uit de soundbar en de woofer. Maar zodra ik de tweede speaker eruit trek, dan gaat het geluid ongeveer 2 seconden op pauze. Let maar op. En voilà, nu komt het geluid ook uit deze speakers. En die ga ik nu achter mijn stoel ergens in de kamer neerleggen. Helemaal portable, draait op accu's, geen draadjes. Ja, het is de ideale oplossing omdat je af bent van al die kabels en ik ben eigenlijk best wel onder de indruk, want de installatie van het systeem is heel eenvoudig. Meestal als je iets draadloos moet instellen, dan moet je de verschillende apparaten pairen. Want de subwoofer die daar in de hoek staat, die is namelijk ook draadloos. Maar bij de soundbar is het gewoon, je zet hem neer, je plugt de HDMI kabels erin, stekkers erin en het werkt. En die speakertjes weten dat ze verbinding moeten maken met de soundbar. Dat is erg goed gedaan. De 2 achterste speakertjes die je los kan koppelen, hebben ingebouwde batterijen. Die gaan ongeveer 10 uur mee voordat je ze moet opladen. Dan steek je het gewoon weer in. 4 uur later zijn ze weer volledig opgeladen. Je kan niet alleen het geluid horen van televisie of van een film, maar je kan ook vanaf je tablet of je smartphone via Bluetooth al je muziek naar de soundbar streamen. Als ik vanuit deze film heel eenvoudig eventjes muziek wil luisteren, want ik ben de film zat, dan druk ik op de bijgeleverde afstandsbediening op Bluetooth. En enige seconden later verschijnt de Bluetooth, de Philips, verschijnt op mijn iPhone. Hij is meteen connected omdat ik dat al eerder heb gedaan. En ik kan vervolgens naar mijn muziek gaan en het een en ander streamen. Je hoeft de soundbar niet per se plat voor de tv neer te leggen. Er worden beugels bijgeleverd, dan kan je hem zo ophangen. En er zit zelfs een sensor in de soundbar die weet of hij hangt of ligt. En dan past hij het geluid aan voor optimale geluidsweergave. Eerder zei ik al dat het aansluiten op je tv een fluitje van een cent is. Er zijn meerdere mogelijkheden voor. Op de achterkant zitten een reeks poorten. Nou, hij is uitgerust met 2 HDMI poorten. Ingaan, dus bijvoorbeeld van je mediaspeler, je ontvanger, die gaan hierin. En dan heb je hier een HDMI out, maar dat is een speciale, een 1.4 zoals ze dat technisch noemen, ook wel ARC. Als jouw tv dat ook ondersteunt, dan kan je hier direct een HDMI kabel aansluiten op je tv en dan gaat het geluid rechtstreeks hier naartoe. Heb je dat niet op je tv, dan zijn er nog andere oplossingen om het geluid van de tv naar dit ding te brengen. Dat is gewoon via de tulpenstekkers, maar ook via de optische aansluiting. Dus op zich zijn alle mogelijkheden die je nodig hebt zijn aanwezig. Enige nadeeltje is dat die 2 HDMI poorten in, is wel een beetje weinig. Want als je een PlayStation, een UPC box en een Blu-ray speler hebt, ja, dan kom je daar niet mee uit. De Philips Fidelio Soundbar Surround on Demand is ontzettend goed uitgedacht. Een kind kan de was doen qua installatie. Het draadloze, dat werkt vlekkeloos. De soundbar in het algemeen is een enorme verbetering qua geluidskwaliteit ten opzichte van de speakers ingebouwd in je tv. Ik heb alleen wel een beetje dat in het surround gebeuren heb ik het wel eens wat beter gehoord. Het heeft iets toch een beetje blikkerig. Komt misschien ook omdat ik zelf wel een surround versterker heb.
maar niet van die speakertjes achter me. Misschien komt het gewoon omdat ik het niet gewend ben. Het prijskaartje is er ook wel naar voor al die techniek, want de Philips Fidelio Soundbar die kost €799. Ik denk dat je met een echte surround versterker en een aantal goede speakers ben iets meer kwijt, maar dan heb je ook wel veel meer kwaliteit geluid. Maar dan heb je al die kabels. En dat is natuurlijk het mooie van dit systeem. Ik heb het al eerder gezegd. Die nieuwe, moderne, platte LCD-tv's. Die Philips Fidelio Soundbar. Surround on demand. Ja, maar hij blijft lang. Oh, wacht. Daar was ik niet op voorbereid. Oh ja, okay. Ja, ondertussen zet ik heel even een filmpje aan. Dan kunnen we ook meteen luisteren naar de soundbar. Dat duurt enige seconden. En nu komt al het geluid uit de soundbar. Maar als ik de tweede speaker eruit trek. Nou, ik meen dat de speakers ongeveer 10 uur kunnen draaien op hun oplaadbare ingebouwde arm. Je kunt ongeveer 10 uur de speakers loskoppelen en draadloos muziek. Ja, eerder zei ik al dat aansluiten een fluitje van een sensor. En dan heb je hier een HDMI. Out. Ja. En dan heb je hier een HDMI out.